Mijn naam is Anne Hurekamp en ik werk voor Saxion Research Services. En vandaag ga ik binnen Saxion op onderzoek uit om te kijken wat er speelt op het gebied van open science. En dan ga ik eerst een vraag stellen aan Anka Mulder. Anka, waarom is open science zo belangrijk? Ik denk dat open belangrijk is voor de wetenschap, want het is transparanter. Je kunt als wetenschapper voortbouwen op de kennis die al door iemand anders is ontwikkeld. Ja, en dan kom je gewoon sneller tot nieuwe kennis. Maar ook voor de maatschappij en voor bedrijven denk ik dat open science goed is. Als kennis al open wordt gepubliceerd, dan kun je daar als organisatie misschien sneller iets mee doen. En als bedrijf kun je het ook sneller gebruiken als je bijvoorbeeld een nieuw product wil ontwikkelen. Saxion heeft ambitie. Wij willen de beste hogeschool van Nederland zijn. En daar hoort ook het beste onderzoek bij. En onderzoek van een hogeschool, ja, dat is natuurlijk altijd de samenwerking met organisaties en met bedrijven. En natuurlijk is open dan de standaard. Open science, wat is dat? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Open science is je onderzoeksresultaten toegankelijk maken voor een andere. Daardoor maak je je onderzoek waardevol voor andere onderzoekers of een bedrijf of het maatschappij. Een van de pijlers van HBO onderzoek is maatschappelijk impact. En via open science kun je je maatschappelijk impact verhogen, omdat er meer mensen toegang hebben tot je resultaten. Dus daar profiteren we met z'n allen van, zou je kunnen zeggen? Zeker. Open science wordt bij Saxion mede ondersteund door Saxion Research Services. En ik sta hier bij Ben Boksebelt, docent-onderzoeker bij Saxion. Hallo. Ben, hoe ben jij ondersteund door Saxion Research Services? Nou, dat kwam eigenlijk doordat ik heb een onderzoeksaanvraag ingediend voor een vrij groot onderzoeksproject bij ZonMW. Dat is toegekend, daar was ik natuurlijk heel blij mee, maar tegelijkertijd schrok ik ontzettend van de subsidievoorwaarden. Want daar stond in dat ik een datamanagementplan moest aanleggen. Dit was eigenlijk mijn eerste grote onderzoeksproject, dus dat had ik nog nooit gedaan. ZonMW vindt het heel belangrijk dat data herbruikbaar zijn, vindt open science heel erg belangrijk. En ik vroeg me af, ja, hoe moet ik in godsnaam zo'n datamanagementplan aanleggen? Ik heb dus contact opgenomen met Saxion Research Services. En eigenlijk was ik binnen een uurtje, in een gesprek van een uur, had ik een beeld van hoe ik dat aan moest pakken. Dus daar was ik heel erg blij mee. Inmiddels ben ik bij Margot Timmer. Margot, jij bent namens de bibliotheek werkzaam voor Saxion Research Services. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, binnen Saxion hebben we allerlei afdelingen die zich bezighouden met ondersteuning van onderzoek. Al die mensen zijn gebundeld binnen Saxion Research Services. Denk bijvoorbeeld aan subsidieadvies, juridische zaken die zich bezighouden met gegevensbescherming, dat soort dingen onder andere. International Office, die bijvoorbeeld trainingen geven in academic English writing. Eigenlijk nog veel meer. In feite is er één loket, zeg maar, en dat is Saxion Research Services, waar de onderzoeker met zijn vraag terecht kan. En Margot, wat doe jij dan binnen Saxion Research Services? Ondersteunen onderzoekers bij het gestructureerd beheren van hun onderzoeksdata en hun onderzoeksoutput. Het gaat eigenlijk om het veilige opslaan van data en zorgen dat het weer vindbaar is. Dat je het eventueel bijvoorbeeld bij open data, dat je het ook weer kan delen met anderen. Zo helpen we dus mee om open science mogelijk te maken. Kjell-Erik Bugge, lector bij Saxion. Hoe heeft Saxion Research Services jou geholpen? Wij gaan een boek uitbrengen en wij hadden de afweging, gaan we dat doen via een uitgeverij of open access? Over die vraag hebben wij ondersteuning gezocht. Die ondersteuning hebben we ook gekregen, we hebben opties voorgelegd gekregen. Er is goed met ons meegedacht, maar in principe zijn we uitgekomen op de meest open versie van iedereen mag het boek gebruiken, of delen van het boek, zolang ze maar beleefd genoeg zijn om onze namen als auteurs te vermelden. Okay. Ik ben nu even te gast bij Renate Matissik. Renate, ik schuif even bij jou aan. Jij bent data librarian. Wat doet een data librarian? Als data librarian help ik de onderzoekers bijvoorbeeld hun onderzoek te registreren in ons repository. En help ze bij het invullen van data management plannen en hoe ze hun data fair en open kunnen aanbieden. Ik kan me voorstellen dat dit veel groter is dan Saxion alleen. Klopt, fair en open access is eigenlijk een internationaal gebeuren. En wij nemen ook deel in landelijke en internationale projectgroepen om de kwaliteit van onze data te waarborgen.
Nou, dat was een rondje open science binnen Saxion. Sarah, tot slot, heb jij nog een advies voor andere hogescholen? Ja, ik heb een paar punten. Eerst, zoek de samenwerking binnen je eigen instituut. Zorg dat je bestuur je achter jou staat. En zelfs als je niet alles op een rij hebt, ga gewoon door. Want zo kunnen wij open science verder brengen.